Het opschalen van technologische vernieuwing lukt alleen met het juiste leiderschap. Voor de virtuele zorgorganisatie komt steeds meer technologie beschikbaar die tijd oplevert in plaats van tijd kost. Zo kunnen zorgverleners behoeftegedreven werken in plaats van de geplande rondes te maken. Daar moeten ook werkprocessen voor worden aangepast. Ik merk zelf ook dat je zo'n verandering echt moet voelen. Bijvoorbeeld het Florida Hospital Innovation Lab heeft daar een praktische oplossing voor. Medewerkers worden met een idee door het lab met een design thinking aanpak geholpen om hun oplossing in de praktijk te brengen. Dan is opschalen ook gemakkelijker. De pilotgroep wordt verantwoordelijk voor de uitrol van het idee in de rest van de organisatie. Leiderschap is nodig om dit mogelijk te maken. En dan leidt zo'n verandering tot betere en efficiëntere zorg.